Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Ik heb felgekleurde strepen en kijk eens waar ik woon. Mijn huis ligt onder water en heet een anemoon. Weten jullie misschien hoe deze vis heet? Ik weet het! Het is een clownsvis. Ja, hoe wist je dat? Ik heb er eentje in het echt gezien in de dierentuin. Echt waar? Jij boft maar. Nou, ons boek over zeedieren is uit. Vonden jullie het mooi? Ja! 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 Ik ook. Maar weten jullie hoe laat het is? Buitenspeeltijd! Yep, dus trek je jas maar aan. Ja, trek hem aan. Juf Martin, mag ik dat boek meenemen en aan papa laten zien? Mag het? Het spijt me, maar ik leen eigenlijk geen boeken uit van de schoolbibliotheek. Ik wil niet dat ze zoek raken. Ik ben heel voorzichtig. Dan neem ik hem morgen weer mee terug. Beloofd. Alsjeblieft, juf Martin. Oké. Afgesproken. Ja, bedankt, juf Martin. Kajoe wist dat hij goed op het boek moest passen. Dus wilde hij het meteen heel voorzichtig in zijn rugzak stoppen. Maar onderweg werd Kajoe een beetje afgeleid. Hey Kajoe, de schommels zijn nog niet bezet. Kom je mee schommelen? Oké. Welkom bij chez papa, monsieur en mademoiselle. En voor het diner vandaag serveren wij verse groenten en poulet. Yummy! Zo, hoe was het op school vandaag, Kajoe? Het was leuk! Juf Martin las een boek voor over zeedieren. En ik mocht het zelfs mee naar huis nemen. Dat mag haast nooit hoor, een boek van school lenen. Wat leuk voor je, lieverd. Dan vindt de juf jou zeker heel verantwoordelijk. Ja. Wat is verantwoordelijk? Dat betekent dat ze weet dat je goed op zult passen. Oh, fijn. Nou, dat boek wil ik wel eens zien. Zullen we hem samen lezen na het eten? Oké. Het boek is weg. Oh, dank u, prinses Boterfloot. Ik lust nog wel een drupje. Yummy. Papa, mijn boek is weg. Het zit niet in mijn rugzak. Je boek? Dat je geleend had? Oh, nou, geen paniek. Ik help je wel even zoeken. Wat stond er op de voorkant? Een octopus. Ogebus? Hoor je een ogebus? Echt waar? Waar? Ogebus? Oh, die bedoel ik niet. Dat is toch geen boek? Misschien moeten we het even aan mama vragen. Mama, heb jij iets uit mijn rugzak gepakt? Oh, ja, zeker. En ik heb hem op de koelkast geplakt. Je bent al echt een kunstenaar, Kajoe. Oh, dat is mijn tekening, niet mijn boek. Misschien is hij uit je rugzak gevallen. Of misschien heeft Gilbert hem wel.
Hij houdt van vis. Gilbert houdt van vis in een etensbakje, niet in een boek. Oh, sorry Gilbert. We hebben overal gezocht. Ach, het komt wel tevoorschijn. Uiteindelijk. Maar ik moest het morgen weer mee naar school nemen. Oh. Caillou voelde zich vreselijk. Hij wilde juffrouw Martin niet teleurstellen. Ik had beloofd dat ik er goed op zou passen. Weet je, verantwoordelijk zijn betekent ook dat als er iets misgaat, je probeert dat weer op te lossen. Oplossen? Hoe dan? Nou, kun je iets bedenken dat je zou kunnen doen voor juf Martin om het weer goed te maken met haar en de klas? Misschien wel. Goedemorgen. Goedemorgen, juf Martin. Caillou heeft je iets te vertellen. Het spijt me. Ik ben het boek kwijtgeraakt. We hebben echt overal gezocht, maar we konden hem nergens vinden. Maar ik heb een nieuw boek voor u gemaakt. Ik weet dat het niet hetzelfde is, maar ik wist niks anders. Oh, kijk eens aan. Dat is lief van jou, zeg. Daar heb je zeker wel heel hard aan gewerkt. Ja. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Hoe komt u daar nou aan? Ik heb hem gisteren gevonden buiten bij de schommels. Bij de schommels? Oh. Ik denk dat je vergeten bent om hem in je rugzak te doen. Ik dacht dat ik hem erin had gedaan. Oh, nu mag ik zeker nooit meer een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Maak je geen zorgen. Weet je, na gisteren weet ik zeker dat je extra voorzichtig zult zijn. Dus ik mag hem nog steeds van u lenen? Mm-hmm. Yippie! Dank u wel! Ik neem hem morgen weer mee terug. Echt dubbel, dubbel beloofd. Dat geloof ik meteen. En weet je wat? Nu is er meteen een plekje voor jouw boek. Nee, ik heb een hele leuke ontdekking. Zo. En hoe voelt dat nou, je eigen boek in onze schoolbibliotheek? Leuk! Maar, mogen andere kinderen hem dan mee naar huis nemen? Alleen als jij dat ook goed vindt. Wat vind je? Goed, maar alleen als ze super, super verantwoordelijk zijn. En vanaf die dag voelde Caillou zich heel erg verantwoordelijk voor de boeken van school. De reparatie van meneer Skelet. De schooldag was bijna voorbij. En Caillou was heel erg blij, want zijn beste vriendje Leo kwam vandaag bij hem logeren. Dan doen we tikkertje en verstoppertje. Oh, en ik heb ook net een nieuwe voetbal gekregen. Juffrouw Martin, wat zit er in die doos? Oh. Weten jullie wat dit is? Een mannetje van botten. Die botten hebben we allemaal, Leo. Je kunt ze alleen niet zien omdat ze onder onze huid zitten. Dat heet een skelet, hè? Dat klopt, Caillou. Dit is een geraamte en zijn naam is meneer Skelet. Ik wil niet bot zijn. Morgen gaat hij ons van alles leren over botten, jongens. Maar nu gaan we lekker naar huis. Kom mee, Leo. Ik kom! Oh! Hi! Het is bij de schommel, is die wind. Achter mij. Ik weet niet waar Leo is gebleven. Schiet eens op, Leo! Wat is er? Niks. Zullen we gaan? Caillou wist zeker dat er iets aan de hand was met zijn vriendje. Hij wist alleen niet wat er was. Zullen we voetballen? Leo, wat is er? Zeg het nou! Oh, meneer Skelet! Wat is er gebeurd? Sst, we gaan naar je kamer.
Nee! Ik wilde hem laten lopen en toen brak zijn voetje af. En toen viel zijn been eraf en toen viel hij van het bureau en toen was hij helemaal kapot. Was juf Martin boos? Die heeft het niet gezien. Ik heb niks gezegd. Wow. En wat ga je nu doen? Ik weet het niet. Misschien kunnen we hem wel maken. Papa en mama helpen wel. Nee, niet zeggen. We maken hem zelf wel. Niks zeggen, beloofd. Oké, dat beloof ik. Maar we hebben wel lijm nodig. Hoi, Kayu. Oh. Zijn Leo en jij iets aan het maken? Kan ik helpen? Nee, we hebben geen hulp nodig. Kayu en Leo deden erg hun best om meneer Skelet weer te repareren. Klaar! Hij ziet er niet zo best uit. Jawel, hij is goed zo. De lijm blijft niet plakken. En we hebben nog een paar bordjes over. Wat moeten we nou doen? Jongens, het eten is bijna klaar. Mag ik binnenkomen? Mag mijn papa ons helpen? Oké. Wat hebben jullie daar? Dat is voor school, meneer Skelet. Hij is kapot en we proberen hem te maken. Wil je ons helpen? Laten we eerst gaan eten en daarna zetten we meneer Skelet wel weer in elkaar. Eerst doen we meneer Skelet even in bad. Waarom? De lijm moet er namelijk af. We hebben geen lijm nodig, want de bordjes klikken aan elkaar. Zie je? Oh! We beginnen bovenaan. Willen jullie samen de rest doen? Dat hebben we al geprobeerd, maar daar klopt helemaal niks van. Je moet gewoon goed naar jezelf kijken om te weten welk bordje waar hoort. Het hoofd zit boven. Dat klopt. En dan? Zijn nek. Maar dat stukje konden we net niet vinden. De nek is het bovenste stukje hiervan. Dit is zijn ruggengraat. Oh, ik dacht dat het zijn been was. Je schedel zit vast aan je ruggengraat. Je ruggengraat zit vast aan je heupbot. Ruggengraat. Heupen. En zo fixen wij meneer Skelet. Kijk eens aan, meneer Skelet is weer zo goed als nieuw. Dat hebben jullie knap gedaan. En nu weten we waar onze botten zitten. Je zou echt zo wiebelig zijn als je geen botten had. De volgende ochtend droegen Leo en Kayu meneer Skelet naar school. Heel, heel erg voorzichtig. Nu hoeven we hem alleen nog maar stiekem terug te zetten op haar bureau. En dan komt ze er niet achter. Ze weet vast al dat hij weg is, hoor. Wat nou als ze vraagt waar die was? Ik wil niet liegen tegen juf Martin. Ja, ik ook niet. Misschien moet je zeggen wat er is gebeurd. Ze wordt vast niet boos op je. Ik hoop het niet. Oké, ik zal het zeggen. Juf Martin, gisteren heb ik meneer Skelet per ongeluk kapot gemaakt. Maar toen nam ik hem mee naar Kayu thuis en hebben we hem weer gemaakt. Het spijt me heel, heel erg. Wat fijn dat je dat eerlijk zegt, Leo. Dank je. Maar de volgende keer als er iets is, dan kom je naar me toe en dan vinden we samen een oplossing, oké? Oké. Jullie hebben meneer Skelet keurig weer in elkaar gezet. Maar toen meneer Skelet uit elkaar lag, was hij niet echt kapot. Kijk, de bordjes horen los te zitten. Het is net een grote legpuzzel. Je haalt hem uit elkaar en zet hem weer in elkaar. Zo leren we waar al onze botten zitten. Dus hij hoort uit elkaar te vallen? Oh. Ja, we beginnen weer. Willen jullie misschien aan de kinderen laten zien hoe meneer Skelet in elkaar zit? Ja! Met een klein beetje hulp van Kayu en meneer Skelet had Leo geleerd
dat je het toe moet geven als je iets verkeerds gedaan hebt. Kajoedels! Oh nee, we zitten gevangen in een buitenaards ruimteschip. Kijk, daar kunnen we eruit. De Melkwegbaan. We moeten ontsnappen. 1, 2, 3. Woehoe! Het is gelukt. We zijn ontsnapt uit het ruimteschip. Caillou vond het heel leuk om ruimtereiziger te spelen met zijn vriendje Leo. Twee andere vriendjes van Caillou waren iets anders leuks aan het doen. Hoi Jeffrey. Hoi Jason. Wat is er zo grappig? Het is vast heel erg leuk, want jullie moeten heel hard lachen. Wat is er? Gekke namen. Gekke namen? Ja. Clementine, kom eens. Clementine, jij bent een Suffy Muffy meid. Ik ben wat? Een Suffy Muffy meid. De tweeling had niet in de gaten dat Clementine er niet om kon lachen. Maar Caillou wel. Ze was verdrietig. Waarom noemen jullie me zo? Dat is grappig. Kinderen, we gaan naar binnen. Dat is niet grappig. Ik vind het wel grappig. Ik ben geen Suffy Muffy meid. Weet ik, maar dat vind ik toch ook niet? Maar waarom heb je niks gezegd? Je was toch mijn vriendje? Ben ik ook, maar ik wist niet wat ik moest doen. Nou, ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga niks meer tegen ze zeggen. Caillou vond dat eigenlijk best wel een goed idee. Oké, als ze je weer een Suffy Muffy meid noemen, praat ik ook niet meer met ze. Dit wordt de allerhoogste toren van de wereld. Cool. Mag ik helpen? Tuurlijk. Wauw, moet je zien. Xavier is een wompie stompie hoofd. Wompie stompie hoofd, wompie stompie hoofd. Caillou merkte dat Xavier het helemaal niet leuk vond. Maar de tweeling moest weer heel hard lachen en had niks in de gaten. Kom mee, Xavier. We gaan iets anders doen. Caillou dacht dat als hij de tweeling zou negeren, ze misschien zouden ophouden. Oh. Maar de tweeling hield niet op. Jij bent Inkty, ja. Inkty Emma, Inkty Emma. Commando, sta op één been. Buk en raak je tenen aan. Mara Pertevlug, Mara Pertevlug, Mara Pertevlug. Wat heb jij vandaag mee, Caillou? Mijn lievelings, kippennoedelsoep. Kajoedels heeft noedels. Ja, kajoedels noedels, kajoedels noedels. De schooldag was voorbij en mama en Rosie stonden op Caillou te wachten. Doedels, kajoedels. Caillou zei de tweeling vandaag geen gedag. Hij was boos over al die rare namen steeds. Wat is er? Zit de deken te strak? Nee. Papa, wat zou jij doen als je vriendjes iets doen wat jij niet leuk vindt? Nou, dat ligt eraan. Als het echt goede vriendjes zijn, zou ik er denk ik wel met ze over gaan praten. Weet je, vriendjes kunnen overal over praten. Soms is het goed om iets te zeggen en te vertellen hoe je erover voelt. Dank je. Oh, papa, en dank je wel voor het luisteren.
De volgende dag speelden Caillou en Leo weer ruimtereizigers. Ruimteofficier Leo, bent u klaar voor de lancering? Mogen we meedoen? Tuurlijk, spring maar in het ruimteschip. Oké. Ja. Zijn jullie klaar? 3, 2, 1, opstijgen! Naar de ruimte! Vroom! Kom, we doen een looping. Een looping, Leo? Oké. Looping, loop, Leo. 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 Ik vind dat geen leuke naam. Caillou had er nu schoon genoeg van al die gekke namen. Hij vond het hoog tijd om er iets over te zeggen. Ik vind het ook niet leuk. Jullie gekke namen zijn gewoon gek. En daar worden wij verdrietig van. Echt waar? Ik bedoelde het niet gemeen, hoor. Ik ook niet. Wij vonden het gewoon grappig. Als iets echt grappig is, moet iedereen lachen. Leo moest niet lachen. Emma ook niet. En Clementine niet. En Xavier niet. En Mara niet. Oh, ja, je hebt gelijk. Het spijt ons. Toch, Jeffrey? We zullen het niet meer doen. Maar we kunnen wel namen voor elkaar verzinnen. Dat mag wel, toch? Tuurlijk, als je dat wilt. Yay! Kom mee, Jessie, Wessie, Jeffrey. Zullen we gaan schommelen? Ben je klaar voor onze ruimtereis, Looping Loop Leo? Zeker weten, Caillou-doos. Caillou begreep nu dat gekke namen soms best leuk konden zijn, als je vriendjes was. Maar hij vond het toch fijn dat hij er iets van gezegd had.